En dan welkom mensen van Ditch Gaming en welkom bij de nieuwe F1 22 My Team Career Mode. Laten we eerst de intro starten en dan gaan we beginnen aan deze video hier op Miami. Oké, nou dan zijn we dan aangekomen bij onze Career Mode, waarbij we de wekelijkse inkomsten krijgen, maar ook de update van de Heavy Dampers die op het programma staat. Alleen vraagt het personeel wat, nou, we kiezen uiteindelijk voor het tempo van de coureur. Ja, dat is gewoon belangrijk, I don't know why. Zo keken we ook nog of we wat updates konden doen aan de fabrieken voor de 2,3 miljoen. Maar nee, alle faciliteiten waren al goed geüpgrade, dus dat is nog te duur. De Heavy Dampers lukken, dat is een goed punt, want soms mislukken de updates nog wel eens. Nou, we kiezen er uiteindelijk voor om ook nog een updateje te gaan doen. En uiteindelijk kiezen we er gewoon voor om eerst even rond te kijken wat is goedkoop. Kunnen we misschien nog ergens twee updates van halen? Nee, we kiezen er uiteindelijk voor om de gestroomlijnde ophanging update te gaan proberen. Kijken of die gaat lukken, want het is een best belangrijke update. Nou, we slaan de Pirelli Hotlap over. Is niks aan. Dus gaan wij over naar de race. Althans, de vrije training straks. Hier, de Heavy Dampers, bandensluitage. Is gewoon goed gelukt. Zit volgens mij in het chassispaard of duurzaamheid, ik weet het niet. In ieder geval zijn beide belangrijk. Hier in de vrije training, hier op het prachtige Miami circuit, hier in Amerika. Voor de Crypto.com Miami Grand Prix. Ja, de eerste natuurlijk hier in de My Team serie. Ik bedoel van, we hebben natuurlijk al eens een 50% race opgereden. Maar dit is andere koek, dit is voor het echie. Dus moeten we er wel staan in Miami. En dat is niet zo makkelijk, want de update heeft echt in ons nadeel uitgepakt. De auto heeft nu zoveel onderstuur dat wij gewoon zonder setup zijn gaan rijden. Omdat ik alle setups had ingesteld op de huid, op de auto's die voor de update waren. Dus al die setups kan ik gaan weggooien. En dat vind ik gewoon geen goede ontwikkeling. Dat de F1 game gewoon weer een nieuwe handling krijgt. Midden in dat de game nog, niet zo lang uit is, vind ik slecht. En daardoor vind ik de game ook minder leuk. Ik word uiteindelijk wel een zesde in de training op dit moment. Maar het gaat gewoon, ik heb gewoon totaal geen feeling meer met de auto. Het oefenen is gewoon voor niks geweest. De handling is gewoon echt naar om te besturen. En we staan op dit moment achtste dan. Maar het gaat nog gewoon zeker niet goed. En dat blijkt ook, want we dalen en dalen verder in de vrije training. En uiteindelijk komen we dan ook uit op een, niet zo'n hele hoge P. Nou, dan gaan we over naar de kwalificatie. Een kwalificatie waar wij, hoe noem ik dat? We moeten gaan kwalificeren. Ja, en we zijn natuurlijk niet zo goed in kwalificeren. Nou, dan beginnen we aan onze eerste run in de kwalificatie. De potvis moet natuurlijk goed kwalificeren. Nou, 1.77 van Leclerc, ja, dat is gewoon veel te snel. Maar uiteindelijk komen we wel op P18 en dat is een beetje kut. Want P18 is gewoon niet veilig, uiteindelijk P19. En Lance Stroll op 18. Komen we dan nog uit de Q? Op een randje P14. En daardoor staat Oscar Piastri wel in Q2 en wij niet. En dat is gewoon een enorm nadeel, want we staan er ook dik niet in. We starten gewoon als één na laatste. Voor Nicolas Latifi. Maar dat is dan ook het enige positieve aan deze hele kwalificatie. We zijn gewoon volledig weggereden. Nou, dan gaan we op naar de race. De Formule 1 is neergestreken in zonnestaat Florida met spectaculaire zonsondergangen, een zacht briesje, warm water en hopelijk een fantastische racedag in het Miami International Autodrome. De fans zullen dol zijn op het 5,4 kilometer lange en 19 bochten tellende Miami International Autodrome aan de zuidkust van Florida. Dat is ontworpen om dicht op elkaar racen te bevorderen en aan de hoogste veiligheidsstandaarden te voldoen. Goed, de race staat op het punt te beginnen.
Dus dit is hoe de startgrid er vandaag uitziet. Charles Leclerc start op pole position. Een zeer tevreden Carlos Sainz begint als tweede. En op de rest van de grid hebben we Russell, Hamilton, Max Verstappen en Perez, Norris, Ricciardo, Magnussen en Mick Schumacher, Bottas, Fernando Alonso, Oscar Piastri en Ocon, Zhou Tsunoda, Sebastian Vettel en Lance Stroll, Albon, Alexander, Latifi en Pierre Gasly pakt vandaag de laatste plek op de grid. Welke van deze getalenteerde coureurs pakt vandaag de winst? Bas van Damme komt weer bij me zitten in het commentaarhokje. Bas, wat fantastisch dat je vandaag bij ons bent. Ik ben benieuwd als man met veel ervaring op de baan. En ik vraag me af, hoe voorkom je dat de zenuwen je te veel worden tijdens de startgrid? Vanaf het moment dat de kwalificatie voorbij is, voel je de adrenaline en de spanning in je buik, terwijl je wacht tot ze de eerste bocht ingaan. Alsof ze een gevecht aangaan. De onbekende situatie maakt je zenuwachtig en die zenuwen voor de race zijn hartstikke goed. Als je ze niet meer hebt, dan geef je er niks meer om. En natuurlijk moet je ervoor zorgen dat je alle procedures uit het hoofd weet, want dan kost dat niet te veel energie. Nou, dan zijn we dus aangekomen hier bij de race waar we een medium-hard strategie gaan voltooien. Althans, als we het team moeten geloven, is dat de snelste strategie. Nou, laten we dit keer het team ook maar mooi gaan geloven, het team niet. Ja. Ik kom vandaag echt niet uit mijn woorden. In ieder geval, P20 de start. Een Gasly grid penalty zorgt ervoor dat we in ieder geval niet P21 starten. Nou ja, uiteindelijk divebommen we een beetje in de eerste bocht. Dat zorgen we ervoor dat we op P17 kunnen komen. We werden op de curb gedrongen, waardoor de beide Aston Martins er eigenlijk weer aan voorbij gaan. Maar we er hier weer naast kunnen komen. Aangezien we een net wat betere exit weten te creëren. En hierdoor is Vettel er wel aan voorbij, maar Lance Stroll heeft het er nog moeite mee. Maar uiteindelijk weet hij zijn Aston Martin er ook voor te krijgen. En zo staan wij in ronde 1 op P19. Hebben we in ieder geval Alexander Albon gepakt die in de Williams rijdt. Uiteindelijk pakken we hier een wat wijdere lijn. Maar kunnen we hier misschien wel naar Lance Stroll? We hadden een klein momentje zoals jullie konden zien. Dat was in de nadeel van de exit, want de exit is hierdoor slecht. Waardoor Lance Stroll, de Canadees, kan uitlopen. Maar uiteindelijk komt hier een rempunt. Iedereen moet hier natuurlijk remmen voor elkaar. Dus dat betekent dat er hoop is. En dat betekent dat we hem naast Lance Stroll kunnen remmen. Uiteindelijk divebombt ook Albon hem in Lance Stroll. Gelukkig pakt Albon de plek niet. En wij pakken wel de plek op Lance Stroll. Dat is mooi in ons voordeel. En zo kunnen wij op naar Sebastian Vettel. Alhoewel dat niet zo makkelijk is. Maar we remmen hier gewoon een gat van 1,1 seconde dicht naar 15e. 13e zelfs. En dat ja, is onrealistisch, maar de game laat het toe. En dat vind ik wel jammer, ook omdat je tegenwoordig moet divebommen. Aangezien bots een veel betere exit dan jou hebben. En bots zelf ook divebommen. Dus dat vind ik jammer in de huidige Formule 1 game. Hopelijk wordt dat nog gepatcht. Nou ja, hier Guanyu Zhou op Vettel. Vettel probeerde een normale inhaalactie. Ja, ik wist niet wat ik met mijn ogen geloofde. Wat ik met mijn ogen zag bedoel ik. Maar Vettel kon die inhaalactie niet. Hoe noem je dat? Voltooien. En hierdoor kunnen wij misschien Vettel gaan opjagen. Maar we spinnen bijna, waardoor Lance Stroll op ons kan gaan jagen. En kan Lance Stroll dat ook, is natuurlijk de vraag. Lance Stroll in ronde 3 gaat gewoon voor P18 terug. En ja, dat is enorm kut eigenlijk. Want Lance Stroll heeft gewoon de pace niet. En in de vierde ronde zitten we gewoon weer in zijn versnellingsbak. Bijna. En dan komen we met ERS nog niet eens. Alleen pure slipstream is dit, hè. Dit is gewoon pure slipstream wat we aan het doen zijn. En ja, daar heeft de strollenbolle hier het moeilijk mee. En hierdoor remmen we Stroll. Proberen we Stroll uit te remmen. Dat lukt nog niet heel erg goed. Maar er is dan toch weer een plekje om in te halen. En we doen het gewoon op dezelfde plek. En zo is de Canadees weer gezien. Papa natuurlijk weer niet blij, want die geeft natuurlijk heel veel uit aan zijn zoon. En die ziet dat zijn zoon gewoon wordt voorbijgereden door een team wat net nieuw is. Ja, dan zou ik als de vader gewoon je zoon ontslaan. Maar zo is Lawrence Stroll eenmaal niet. En Guanyu Zhou, de volgende die er door geld in is gekomen, maar dan wel goed rijdt, gaat misschien ook maar naar P18. Want kunnen wij hem verwijzen naar P18 en wij naar P17? We hadden een klein momentje, maar de exit is gewoon supergoed. En daardoor staan wij momenteel op P17 en had de Chinees geen antwoord. De Chinees rijden daarentegen wel op de hardband. Dat is natuurlijk de wat hardere compound, maar dat maakt niet uit.
We zijn er in ieder geval voorbij. En daardoor kunnen wij misschien weer doorpushen naar de Duitser Vettel. Die natuurlijk in het echte retirement heeft aangekondigd. Dat betekent dat Vettel gaat stoppen. En dat is jammer. En hierdoor staat we op P16. Nou, nee hoor, Vettel heeft een goede exit, dacht ik. Maar nee. En hierdoor staan we op P16 en is het toch weer hoop. Maar die hoop vervliegt snel als je het gat naar Yuki Tsunoda kijkt. 2,4 seconden. En dan, ja, je weet gewoon dat je auto niet veel sneller is dan zij. En dan kom je ook steeds achter. Oké, 1,6 seconden is het nu. Maar het gaat echt in kleine stukjes. Het is in de 10e ronde 1,7 aan het worden. Ik bedoel, je merkt gewoon dat die bots gewoon met best wel lage downforce rijden. Jij loopt in de bochten, maar op de stukken waar je het moet gaan doen, daar lopen ze gewoon dik en dik uit. Ik denk dat je hier ook wel op lage downforce kan gaan rijden. Ik bedoel, van de rechte stukken zat. En daar kunnen ze ook alleen maar inhalen. Dus je kan ze zo hard pesten door daar gewoon zo hard weg te rijden. Ik denk dat lage downforce de beste optie is. En ik heb hierin tegen hoge downforce gekozen. Maar daardoor kon ik ook de inhaalactie op Lance Stroll doen. Kunnen we dan een paars instuurmoment krijgen? Jazeker. 2,2 seconden, 2,5 seconden geschatte pitstop. En wij zitten daar natuurlijk tussen met een 2,4. Een goede pitstop van de pitcrew. Geen rare dingen. En daardoor komen we in vrije lucht terecht. Want we komen als nummer laatste pitstop uit. En dan zou je denken van ja, dat is slecht. Nee, want wij hebben natuurlijk al een pitstop gemaakt en hun nog niet. En hierdoor zitten wij op een nieuwere band. En wel op een hardere, maar hij is sowieso sneller. En we zitten in vrije lucht, dus hebben geen last van vuile lucht. Hierdoor kunnen we misschien wat undercuts doen. Nou, de undercut op Fernando Alonso gaat hem in ieder geval niet worden. Maar de undercut op Lance Stroll, nou ja, dat is meer een overcut, is wel gelukt. Want die komt echt gewoon dik en dik achter. Die heeft totaal geen antwoord gehad. En hierdoor komt hij er gewoon maar liefst 11 seconden achter. De Canadees is gewoon kansloos. En hierdoor lijkt het team van Aston Martin een gruwelijke pitstopkeuze te hebben gemaakt. Het team van Alpine daarentegen lijkt goed bezig te zijn. Latifi wordt dan voorbijgestopt als hij de pitstraat inkomt. Maar we hebben wel een undercut gedaan op Esteban Ocon en Yuki Tsunoda. Dat is wel lekker. Ocon kwam nog voor ons de pitstraat bijna uit, maar dat lukt hem niet. En ja, voor hem zit Piastri met koude banden. Ik bedoel, voor Alonso dan, hè. Voor Alonso zit onze teamgenoot Oscar Piastri. En die proberen we maar direct in te halen. Oscar Piastri halen wij direct in. En zo kunnen wij onze taak om Alonso het moeilijk te maken voortzetten. Want dat wordt nog een hele moeilijke. We hebben een hele grote kluif aan Fernando Alonso. Het is natuurlijk gewoon een ervaren coureur. En we weten gewoon in het echt, net zoals wat Lewis Hamilton meemaakt bij Fernando Alonso. Alonso laat je auto staan. Maar Piastri, onze teamgenoot, die heeft scheid aan ons. Wij zijn sneller in de bochten. Alleen de bots zijn sneller op de rechte stukken. Die hebben echt een gruwelijk goede pace op die rechte stukken. Dat slaat oprecht nergens op. Maar het lukt de bots daarentegen dus wel goed. Maar nou, wij houden Piastri er momenteel nog voor. Maar dat is echt een groot wonder. Want zo makkelijk is het niet. Nou, Alonso en Schumacher nog steeds in gevechten. Ronde 16. We komen steeds dichter en dichter bij de checkered flag. Alleen, ja, is hij nog best wel ver weg. En iets te ver weg in mijn mening. Alonso en Schumacher moeten gewoon door blijven battelen. Want zo komen er wel, Alonso! We gaan gewoon voor de late move. Die had ik zelf ook niet zien aankomen. En daardoor verremde Alonso zich. En daardoor is onze divebomb op Alonso gelukt. Ja, we hebben hem niet geraakt. Dus het is een legitieme inhaalactie. Meer kan ik er voor jullie niet van maken. En daardoor kunnen we gaan pushen naar Mick Schumacher. Als de Duitser ons hoop gaat geven voor een inhaalactie. Want we komen natuurlijk straks aan bij dat verdomde rechte stuk. En dat verdomde rechte stuk is zo snel. Maar wij zitten er hiernaast bij Schumacher. Dit kan toch niet, zou je denken. Nou, Schumacher accelereert slecht eruit. Alleen merk je hier gewoon die downforce. Ja, er staat nog ineens DRS aan. Die staat nu pas aan. Die gaat niet eens aan. Bij ons alle twee niet. En bij Alonso wel. En die stormt eraan. En die wil eraan voorbij. En wij remmen hem naast Schumacher. En kan dit wel goed gaan? Oh, het gaat bijna fout. Waardoor we een moment krijgen. En Alonso is er gewoon weer aan voorbij. En die kan dus weer gaan jagen op Mick Schumacher in de Haas. En wij kunnen gewoon kansloos gaan toekijken. Tussen die tijd weet Lance Stroll een beetje in te lopen. Maar is het nog steeds een hele trieste achterstand voor hem. Maar Alonso gaat hier de inhaalactie op Mick Schumacher wagen. En gaat dit wel goed is de vraag. Iemand verremt zich waardoor ik mijn kant zie. Alonso knalt in op Schumacher. En wij zijn voorbij aan Fernando Alonso.
Kunnen we dan misschien ook Schumacher pakken? Nee, want op de rechtstukken, zoals ik al vertelde, heeft de bot gewoon die betere exit. En hierdoor kunnen wij de bot niet gaan inhalen. En dat is naar. En zo zat ik te denken van, ja, aan strategie kunnen wij die vrij weinig nog doen, want wij hebben nog maar 8 rondjes. Ja, en ik wil gewoon die ene punt hebben. Hierdoor kunnen we misschien nog, eindelijk weer een keer een punt halen. Want ja, de vorige keer lukte dat niet, maar we spinnen er gewoon af. En ik had hier gewoon een error, want ik wou eigenlijk in mijn vooruit en dan weer in mijn achteruit. Uiteindelijk komt er een safety car voor op de baan en besluit ik toch van ja, misschien is het handig om naar binnen te duiken. En dat doen we ook gewoon. Ik heb er even tussenuit geknipt, want steken dat duurde nog wel even. Nou, hier eenmaal binnen voor onze pitstop. Oscar Piastri komt gelijk binnen en zo kunnen we proberen nog wat te maken van onze race. Kunnen we een paarse instuurmoment halen? Nee, een groene. Aangezien ik naar Piastri keek. Zo konen er nieuwe softbandjes onder. Is dit een goede keuze? Het lijkt van niet, want de soft slijt heel erg snel. Dat zei het team ook. Ze verwachten geen pitstop, maar ze verwachten wel binnen 4 à 5 rondjes een dropdown. Daar was ik natuurlijk niet heel erg blij mee. Dus heb ik besloten om nog een keer straks te gaan pitten. En dat besloot ik hier al, omdat ja, het gat naar de safety car groot was. De leiders al snel bij de safety car kwamen. En wij al heel dicht bij Nicolas Latifi waren. Alleen dacht ik van ja, weet je, Latifi is nog niet aangesloten. Onze teamgenoot sluit aan, maar die halen we dan toch wel weer in. Aangezien we dan toch betere banden hebben. Is dat denk ik toch wel de beste keuze om gewoon nog een pitstop te maken. En daar kiezen we dan ook uiteindelijk voor. En of deze pitstop ook daadwerkelijk gaat werken, dat is natuurlijk nog wel de vraag. Maar ik hoop ervan wel. Ik hoop dat dat soft een beetje mee zat met de slijtage. Kunnen we dan hier wel een paar instuurtijd halen? Niet dat het boeit. Maar ja, 2.2. Nu kan je opeens 2.5 seconden. Oh, wacht, dat was al zo. Het wordt alsnog weer 2.4. Ja, we moeten onze pitcrew nog wat verbeteren. Maar 2.4 is gewoon heel netjes. Er zijn teams in het echt die het nog steeds voor elkaar weten te krijgen om een 3.2 pitstop te hebben. Nou, dan proberen we aan te sluiten bij de safety car. Nou, dat gaat uiteindelijk ook gewoon lukken. Want jullie zullen straks een beeld zien waarin de safety car restart al bezig is. Want ja, inderdaad, ik dacht ik kort dit gewoon een stukje in. Anders kom ik wel heel erg dom aan die 20 minuten. Ja, ik had eigenlijk een streeftijd van 27 minuten. Maar inmiddels zijn we ook Piastri trouwens gewoon voorbij. Maar wat ik dus wou vertellen is dat er weinig gebeurde in deze race. Waardoor we de 27 minuten niet hebben gehaald. Maar wel gewoon nog de 20 minuten. En daar was ik ook wel blij mee. Nou, halen we Latifi ook in. Je merkt gewoon dat we meer grip hebben dan de hard runners. En dat is gewoon logisch. Hier zijn bijvoorbeeld Albon en Yuki Tsunoda in gevecht. En ja, dan hebben we gewoon meer grip. En dan komen we bijna nog naast Albon. Maar daar kiezen we uiteindelijk het hazenpad. En hier heeft Albon dan een poep. Had bijna geen grip meer. Waardoor wij Albon weer voorbij zijn. Dus dat is weer een groot voordeel. Kunnen we dan ook weer richting Yuki Tsunoda pushen? Want ik had wel verwacht van, nou, Piastri zit wel achter ons, maar gaat ons niet aanvallen. Nou, heb je het gruwelijk mis. Hier heb je Oscar Piastri, hoor. Die heeft scheid aan dat ik zijn baas ben. En die heeft er overal scheid aan. En toen dacht ik van, nou, ik moet echt een nieuwe teamgenoot hebben. Want ik heb liever een teamgenoot die sneller is, dan een teamgenoot die denkt dat die sneller is. Maar het gewoon niet is. Alleen in de kwalificatie, maar dat is over één run. Uiteindelijk zijn we bij Yuki Tsunoda. De ene laatste ronde is aangebroken. En dus moeten we gewoon gaan inhalen op plekken waar hij kan. Zoals hier. Boom. We zetten hem ernaast. Yuki Tsunoda raakt onze achterband, maar kruipt er wel achter. En hierdoor kunnen we op naar Guanyuzhu. Guanyuzhu die Lance Stroll het moeilijk aan het maken is. Want die probeert op zijn mediums de hard van Lance Stroll een beetje te laten slijteren. Maar Guanyuzhu weet ook dat er iemand met soft achter hem zit. En wij hebben gewoon een goede exit. En daar kunnen we er gewoon aan voorbij. Althans, zie die bot. Zie hem wegtrekken. Maar uiteindelijk weten we hem er gewoon weer naast te remmen. En gewoon bam, klaar met Guanyuzhu. De laatste ronde was er dus. Ik had niet gezien dat dit de laatste ronde was. Dus ik was nog gewoon een beetje aan het kijken van waar kunnen we Lance Stroll gaan inhalen. Want dit wordt wel een belangrijke inhaalactie. Maar ik dacht van ik heb nog de tijd voor de punten. Lance Stroll gaan wij gewoon op dezelfde manier pakken als, ik weet het even niet meer. Maar uiteindelijk eindigen we als 15e, want mijn opnames begonnen opeens te stoppen. En dat was dus ook het einde van de race. Nou ja, dames en heren, er zijn wel coureur van de dag, maar daar kopen we helaas niks voor. Weer geen punten en dat, ja, op Miami. Nou, we gaan naar het podium.
wel duidelijk wat de doorslaggevende factor was op de baan. Snelheid. Het is misschien een cliché, maar snelle auto's winnen races. En dat zagen we vandaag bij onze winnaar. En dan zijn we dan. Het team dat geen vreemde is op het podium en dat opnieuw bovenaan staat. Een sublieme race vandaag en een geweldige zegen voor Ferrari. Nou, hebben we het podium gehad, dames en heren. Ik kom dan alvast op de afsluiting van deze video. Jullie krijgen de stand in het wereldkampioenschap van ons nog te zien in de coureurs en in de constructeurs. Maar ik hoop in ieder geval dat jullie hebben genoten van deze video. Zet het vooral in de reacties. Zet ook in de reactie wat we nog kunnen verbeteren aan deze video's. Ik luister graag naar jullie meningen hierover. Want er kunnen natuurlijk wel veel dingen beter. Ik hoop wel dat jullie het leuk vonden. Abonneren en like. Want we zien dat heel veel mensen die ons kijken nog niet geabonneerd zijn. 40% is nog niet geabonneerd. 60% wel, daar zijn we wel blij mee. Maar het wordt gewaardeerd abonneren. Nou, ik zie jullie in ieder geval later bij de volgende video. Later mensen.